sessie op te starten. Doe je stekker in het stopcontact. En dan heeft hij ongeveer anderhalf minuut nodig om op te starten. De sensie lijkt van de douchekabine. En dat was het oorspronkelijk ook. Maar ondertussen is de sensory pot. Een cabine die eigenlijk zoveel mogelijk zintuigen probeert te prikkelen. Dat gebeurt via de VR, via geur en via water. Echt waar. Eigenlijk is de ding van de sensor heel makkelijk. Je hebt hier meerdere filmpjes. En nou, soms ook nog een beetje heen en weer. En die kun je kiezen. En als ik even kies, het is een beetje warm omdat er net in Afrika is gekeken. Dus ik ga nou even een iets koelere doen. Ik doe de C. Dan druk ik op play. Er staat pay and play, maar je hoeft niet te betalen hoor. En vervolgens druk je hier ook nog een keer op play. Hier kun je zien wat voor filmpje het is. Ik heb de tijd om de bril op te zetten. Ik kan hem hierboven wat aanpassen. Zodat hij wat beter zit. En hieronder zit ook een schakelaartje waarbij je de ogen wat dichter en de lenzen wat dichter naar elkaar kan zetten of naar buiten. In de pot kun je alle kanten op kijken. Ik word achtervolgd door een paar duikers. Wil je hem stoppen? Dan kan dat natuurlijk door de bril af te zetten. Je kan hem hier op pauze zetten. En wil je hem helemaal uit gaan zetten, is dat eigenlijk heel simpel. Je trekt namelijk gewoon de stekker eruit.